goedenavond. Allereerst enorm trots als jaarbeurs en ook enorm trots voor mijzelf hier te zijn bij de eerste hernieuwde versie van Bike Motion, het Bike Motion event. Helaas nog virtueel, maar in oktober dan hopen we jullie allemaal te ontmoeten. Fietsliefhebbers, mensen die gezond zijn en mensen die samenkomen. Die we verbinden met exposanten en dat we samen een mooi waardevol event creëren. Dat is waar we precies goed in zijn als jaarbeurs. Dat doen we in 9 landen in de wereld. En ook hier in Utrecht ontvangen we jaarlijks normaal gesproken 2,3 miljoen bezoekers. Dus ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. Ja, en vooral de gastheren die we hebben. 2 geweldige gastheren. Ik ben er persoonlijk enorm fan van. In het wiel. Hidde van Warmerdam, Thijs Zonneveld, zij zijn ook in oktober aanwezig. Ze zijn jullie host op de Performance Zone. En vooral vanavond gaan ze de avond voor jullie aan elkaar praten en vertellen welke fantastische line-up we onder andere in oktober ook hebben. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier toe. Een fijne avond. Ja, dankjewel Albert. Dank voor deze introductie. We zijn vereerd dat we hier een fietsevenement mogen doen. Je bent zelf, heb ik begrepen, in de voorpraat een redelijk actieve fietser. Redelijk actief. Zeg maar een gerust een fanaticus. Ja, ik dacht, ik overdrijf niet. We hebben straks gasten. We hebben Taco van der Hoorn hebben we hier zitten. We wonnen prachtige wijze een Giro-etappe. We hebben Theo Bos met Olympische ervaring. Alles 35 overwinningen op de weg. Wat zou jij nou nog willen weten? Wat kan jij nou nog leren? Heb je een vraag voor die mannen? Ja, kijk, weet je, bij jaarbeurs willen we altijd beter worden. Hè? En ietsje sneller. En ik fiets veel van die ultratochten. Naast Dirk. Onder andere Trondheim-Oslo jaarlijks, 540 kilometer non-stop. Beetje gekke werk, ik weet het. Wat een uitsloof. Ja, dat is waar. 52 jaar, dan denk je, ja, kan het nog sneller, kan het nog beter? Voeding, aerodynamica, dus als je me een beetje kan uithoren, zou ik heel mooi vinden. Aerodynamica, oké, okay. Ja? Dus zetten we daarop in. Brug in het taco's gemaakt. Ja, dankjewel Albert. Veel plezier ook. Dankjewel. Ja, normaal gesproken klinkt er nu een gierend applaus van 600 enthousiastelingen in een hele grote jaarbeurshal. Thijs staat op, die gaat die kant op. We kondigen onze eerste gast aan, want het wordt een heerlijk uur over fietsen kletsen. En we beginnen gelijk maar optimaal. Taco van der Hoorn, hij won dus, ik zei het al, een Giro-etappe op schitterende wijze. Taco, fijn dat je er bent. Take it away, gasten. Taco, je bent half wielrenner, half uitvinder, zeg ik altijd. Samen met je maatje Jan-Willem van Schip. Een beetje, ja. Je hebt ook bewegingswetenschap gestudeerd. Klopt. Als ik jouw fiets zie, dat heeft Ton net zo goed op televisie. Als ik deze shifters zie, dan denk ik altijd, ben je nou op twee kanten gevallen dat ze zo naar binnen staan of is dit expres? Die vraag heb ik heel vaak gehad. En ook toen ik bij Jumbo kwam en toen zei dat ik zo wou mijn hendels bij hebben, zei ze ook, heb je hem laten vallen? Dus dat heb ik wel vaker gehad, maar nee, dit is gewoon expres gedaan. En eigenlijk heb ik dit denk ik al een jaar of, ja, hoeveel jaar? 6, 7 jaar, rijd ik eigenlijk al zo. Dus sinds ik belofte ben. Alleen, het viel nooit zo op en nu als je een Giro-etappe wint, dan valt het wel. Dus, dit is dus gewoon puur? Voor aerodynamica. Zo zit je, je bent smaller, minder frontaal oppervlak. Ja, het heeft 2 redenen eigenlijk. Een reden is, dat zag je nu bijvoorbeeld ook met het stuurtje van Jan-Willem, wat daarmee te maken heeft, is dat je eigenlijk probeert, doordat ik die hendels iets lager zet en naar binnen zet, maak je eigenlijk je hefboom op deze manier, maak je ietsje langer. Waardoor je eigenlijk ook comfortabeler zit. Als je hier zit, dan krijg je dat onwijs druk op je arm. Ja. En hou je dat misschien 2 minuten vol, maar daarna zijn je armen verstuurd. Als je hier ligt, dan kan je dat prima gewoon een half uur volhouden. Dus dat is het deel. En als ik mijn hendel rechterop zet en meer omhoog, dan kan je eigenlijk niet stabiel blijven liggen. Dus dat is 1 ding. En daarnaast is het gewoon smaller, wat eigenlijk net beter is. Maar was jij de eerste 6 of 7 jaar geleden? Want ondertussen rijdt, ik wil niet zeggen de helft van het peloton zo, maar 10% van het peloton rijdt wel zo. Zeker de jonge gasten. Dan heb ik al even een poel. Heeft de shifters ook zo staan? Ja. Ja, ik kan me toen niet zo meer herinneren. Ik heb het toen gewoon zo gezet, omdat ik dacht, dit is sneller. En volgens mij was er toen nog niet iemand die dat deed, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik weet wel, ik had het ook toen ook al met een 38 stuur reed. Smaller, wat toen ook 38. Heel smal was. Ja, wat wel heel smal was en eigenlijk niet veel mensen nog deden. Dat zie je nu al meer komen. In ieder geval is het al, de overstap van 42 naar 40 is al gangbaar, maar 38 wordt nog niet heel veel gebruikt, maar ik ben er altijd fan van geweest. En ik wil altijd heel in geloven dat het beter is. Maar zeg even eerlijk, hè. Dit zit toch niet lekker? Dat ligt toch niet lekker? Hier moet je toch onwijs lang aan wennen, of niet?
Nee, dat valt dus echt ontzettend mee. Dus dat is het, dus het rare. Als je de eerste keer hierop gaat fietsen, denk je echt, wat de fuck is dit? Dat is echt raar. Maar als je er gewoon 3 weken mee traint, dan ben je het gewoon gewend. En dan is het eigenlijk gewoon normaal. En dan is het juist, als ik nu op een fiets stap van een ploeggenootje, die een 42 stuur heeft, dan heb ik echt het gevoel of ik een mountainbike zit. Ja, ja, ja. Dus het is echt gewoon wennen. En dat is met eigenlijk alle aanpassingen die je maakt. En het is wel zo dat het ding met sturen is tijdelijk wennen. Het ding om nog het lang vol te houden en dan ook nog vermogen te kunnen trappen, dat vergt wel meer training. En daar focus ik ook best wel veel op door gewoon in de training heel veel blokken, intervallen, in die houding te doen. En dan accepteren dat je misschien iets minder vermogen trapt, maar gewoon wel proberen het vermogen in die houding te trappen. Zodat je, want ja, ik kan, als ik zo rechtop ga zitten, kan ik misschien wel 20, 30 watt meer trappen. Maar als ik 50 watt meer moet leveren, dan heeft het niet zoveel zin. Arrow is everything. Ja, zeker. Laten we erover gaan praten. De tip dus. Shifters naar binnen. Shifters naar binnen, ja. Dat is dan de tip. Maar heeft dat ook zin voor een minder geoefende renner daardoor? Ja, ik denk dat het voor iedereen zin heeft. Maar ik moet niet allemaal geheimen gaan natuurlijk eigenlijk hier gaan verklappen. Zeg jouw maatje Jan-Willem van Schip zegt dat ook altijd. Ja, maar je moet het gewoon wel doen. Oké. We hebben een selecte groep uitgenodigd die dit gesprek mag volgen. Ja, precies. Dus het is heel exclusief. Oh, heel exclusief. De UC okay. Kijkt niet. Nee, dat is goed. Even een aantal dingen. Even die Giro-etappe. Mm-hmm. Voor de mensen die het niet weten, we hebben het er eerder over gehad, maar ik vond het een interessant gegeven. Jij werd door de jury tijdens de lange ontsnapping aangesproken. Ja. Lang leven het wielrennen, lang leven de UCI. Werd je aangesproken op weg naar de overwinning, je moest helemaal lam trappen, dat je houding misschien niet goed was en of je daar even op wilde letten. Ja. Hoe zat je toen? Ja, eigenlijk dus tijdens de... Tijdens je mag nog even naar je fiets. Ik zal het even laten zien, want anders kan ik het niet... ik zat tijdens de etappe, zit ik, als ik het meest aerodynamische houding pak, dan pak ik hem zo vast. Is het een beeld? Ja, denk ik wel. Ja, het is een beeld, ja. Maar okay. Even voor de duidelijkheid, dan, het is dus een pink. Ja, een pink onder de shifter. Ja. En eigenlijk dat je je hand zo ver mogelijk naar voren houdt, zodat je ook zoveel mogelijk hefboom hebt en zodat je je handen zoveel mogelijk naar binnen kan doen. Dat is eigenlijk de beste houding. Alleen... Dan op een gegeven moment, toen kreeg ik commentaar dat ze een foto van voren hadden gezien. En toen, uiteindelijk is het ook, achteraf heb ik contact gehad met de jury. Maar ze dachten eerst dat ik mijn handen gewoon zo lag. En dit is dus dit jaar verboden. Ja. Of dat ik hem zo had liggen. Maar ik had hem wel vast. Alleen niet zo goed, maar wel vast. maar toen kreeg ik daar commentaar op dat ik het niet meer mocht. Maar ik had de regels wel gelezen. En in de regels stond dat als je je shifter zo vasthoudt, dat mag. Dus ik wou eigenlijk was een beetje boos op de commissaris. En ik zei, ja, nee, in jouw eigen regel staat gewoon dat het wel mag. Maar ik kon toch maar niet... Heb je een discussie op de fiets gevoerd? Nou, met mijn ploegleider. Want die kwam met het commentaar van de UC. Dus met de ploegleider heb ik wel commentaar gevoerd. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja... Oké, ik kan wel heel veel discussie gaan voeren, maar dat gaat nu ook niet werken. Dus, nee, maar toen moest ik hem dus zo gaan vasthouden. Maar eigenlijk is dat dus helemaal niet hoe ik echt wil rijden. Want het is eigenlijk minder aerodynamisch. En lastiger vol te houden vooral, omdat je die hefboom niet zo... Maar ik moest mijn shifters goed vasthouden. Dus eigenlijk heb ik ook de laatste 15 kilometer heb ik nog... Toen ik solo reed, dan heb ik zo gereden. In plaats van zo. Ja. Omdat ik toch een beetje in moest houden. Ja, mooi. Kom zitten. Sorry. Sorry voor deze extra... Geen probleem. Het is wel mooi dat hij dan nog net 10 seconden overhoudt in plaats van dat hij er net 2 tekort komt. Ja. Hoe goed ben jij als je dit niet hebt? Minder. Wat blijft er over? Wat blijft er over van Taco van der Hoorn als je de aerodynamica weggaat? Ja, ik hoop nog wel wat, maar het scheelt wel veel. En ja, het is ook weer, dat is ook wel het verhaal, want er zijn wel meer jongens die wel op een gegeven moment aerodynamisch op een fiets zitten. Maar het is ook, het is één ding, het is het kunnen op een bepaalde manier, maar de andere ding is ook lange tijd vermogen kunnen leveren in die houding. En dat is wel gewoon veel trainen erop. Dus uiteindelijk heeft iedereen gewoon de keuze om dit te doen.
en sneller namens op de fiets zit en er veel op te trainen. Ja, en als sommige mensen dat niet doen, ja, dat is mijn voordeel. Dus voor mij is het prima, ja. Jij woont samen met Jan-Willem van Schip in een huis. Jullie hebben in de woonkamer hangt een hele grote poster. Ja, boven de bank, ja, in de woonkamer. Van Aubry. Zo groot, denk ik. Ja, eigenlijk hetzelfde type, misschien wel een klein beetje als jullie. Ook een beetje alternatief, heel erg wetenschappelijk denken over wielrennen, over aerodynamica, over hoe je moet trainen, hoe moet je op de fiets zitten. Maar ook iemand die best af en toe voor gek werd verklaard. Hoe is dat voor jullie de afgelopen jaren geweest? Werd jij in het peloton uitgelachen als jij met je shifters op deze manier aan kwam zetten? Ja, ik heb wel redelijk wat commentaar gehad. Dus vorig jaar in Zwitserland, toen kwam ik nog wel een tweet van Marcus Burgard of zo herinneren. Dat hij zo iets van in de trant van wat is hier aan de hand en dat je zo mag fietsen en dat soort dingen. En toen ik vond het wel mooi, ik kon er wel om lachen. Dus ik maakte hem niet zo druk om. En de volgende dag ging ik naar hem toe en stond hij een beetje met zijn bek vol tanden. Dus toen dacht ik, ja, ben je nou voor grote kerel? Maar het is niet, als je in het peloton in de wedstrijd, is het best wel een soort apenrotscultuur. Ja, zeker. Word je dan uitgescholden of uitgelachen tijdens de koers? Ja, dus wel, wat ik zeg, dat is een beetje van achteraf. Maar er wordt wel eens anders over gedaan. Maar ik merk wel dat het sinds het Giro wel een beetje veranderd is. Dus, ik wou zeggen, heb je gelijk gehaald? Ja, het is zeker wel veranderd. Ik merk zeker wel daarna, er kwamen wel mensen, ja, wat voor pak heb je? En ook wel interessant, zo kan je toch niet fietsen, maar meer geïnteresseerd in plaats van oordelend. Dus dat was wel anders, ja. En wat zeg je dan? Ga jij ze uitleggen wat voor een pak je draagt? Want jij draagt ook heel vaak een ander pak dan je ploeggenoten. Ja, ja. Leg dat eens uit. We hebben eigenlijk gewoon, eigenlijk van onze tijdensponsor doe ik gewoon dat pak dragen. Dus de tijdenpak van de sponsor. En ja, die draag ik. En dat is sneller. Dus, maar waar doe je je reepjes in en je jelletjes om? Er zit een zak opgemaakt. En dan kan je nog die nummers zo inschuiven en dat soort dingen. Waarom doet de rest het niet? Veel ook wel, hoor. Dus er wordt al wel veel meer gedaan. Soms zie ik wel jongens met een broek en shirt rijden en dan denk ik wel van ja. Ja, voor de duidelijkheid, het tijdritpak is een aan een ingesloten pak waar je helemaal in moet. Ja, zeker. Een van de meest integrerende en meest gestelde vragen vanuit de wielerliefhebbers, mm-hmm, die gewoon zitten te kijken op de bank. Hoe plas je onderweg? Ja. Ik moet wel zeggen, het piezen vanaf de fiets is wel lastiger. Ja. Want normaal heb je nog, veel van die pakken kan je het open doen en dan kan je nog gewoon piezen als een normaal, eigenlijk met een normale broek. Alleen deze rit zit wat hoger. Dus het is wel moeite doen. Dus het gaat ook wel eens een klein beetje mis. Maar over het algemeen lukt het wel. En gewoon stoppen langs de kant van de weg is geen probleem. Ja, okay. Dat is geen probleem. Ja. Dus, maar gelukkig kan je die rit nog redelijk ver naar beneden doen. Ben je herkend in de supermarkt sinds je... De eerste dagen kreeg ik heel veel reacties van mensen van gefeliciteerd dat ik echt... Dus dat viel me wel opeens op, ja. En nu is dat alweer een beetje gekalmeerd. Misschien herkennen ze wel, maar zeggen ze het niet meer. Ik weet het niet. Maar de eerste dagen was het wel anders terugkomen, ja. Maar dat was ook wel in Italië, vond ik dat wel bijzonder. In Italië heeft het ook best wel veel losgemaakt. Dan zeiden die... alle jongens werden ook van onze ploeg werden aangesproken voor taco, ook al... Was het een of andere Italiaan met zwart haar en die twee keer zo breed was als ik. Maar toch werd hij als taco aangesproken. Dus dat was wel iets bijzonders. Ja. Heb je er weer teruggekeken ondertussen? Nee. Nog steeds niet? Nee. Nee. Wel steeds stukken, maar niet helemaal. Nee. Nou, niet, ook neem, niet de laatste. Neem je even mee. En hier buiten is een hele grote hal. Een groot scherm. Nee, ik heb niet de laatste 15. Ik heb wel op een gegeven moment een soort samenvatting gezien. En toen zag ik al wel, dat vond ik eigenlijk zelf het mooiste om te zien, dat Carlo Pans die koning ging aanvallen achter me aan, dat hij niet dichterbij kwam. Dat vond ik wel bijzonder. Dus, voor de duidelijkheid, Galopin en Ciccone. Het zijn niet twee koekenbakkers uit de onderste regionen. Nee, daarom. Daarom ja, is dit de fiets waar je op gewonnen hebt? Ja. Ja. Doet het je wat? Dat het deze fiets is? Ja? Nee. Daar heb je geen gevoel bij? Nee. Ik zie het ook... het is vooral... Ik vind het wel tof uitzien, maar het is vooral bij mij allemaal functioneel. Dus het moet gewoon zo snel mogelijk zijn. En dan, daar gaat het om. En, dus verder ook ben ik ook niet een extreme freak met bepaalde
Ik kan zelf, ben al helemaal niet handig met dat ding sleutelen en zo. geen idee. Maar wel hoe het sneller moet, dat dan weer wel. Ja. Nou ligt je helm hier op tafel. Ja. We hebben het over het stuur, over de fiets kan je ook nog anderhalf uur een aparte bike motion warming up maken. De helm is ook zo'n onderdeel. Dat als je een goede hebt, scheelt het je gewoon weerstand en dus minder wattages om harder te gaan. Ja, misschien moeten we even erbij pakken. Hij is nu niet afgeplakt. Leg uit. Want ja, ik had dus tijdens mijn Giro-overwinning had ik deze gaten nog dichtgeplakt. Deze twee luchtgaten had je dichtgeplakt? Ja, en die ook. Om helemaal dicht te maken? Ja. Met wat? Met tape. Maar waarom zit je niet gewoon een andere helm op? Dit is de, helm van de ploeg, ja. Dus een normale helm is al met luchtgaten zo. Dit is al een snelle helm, een sprinthelm. Ja, en dat is ideaal. Is deze helm bijvoorbeeld als het wat warmer is en aerodynamisch is, dan is het ideaal. Maar als het 25 graden is, dan gaat het niet lukken om nog met... dan kan je niet met een afgeplakte helm rijden. Dat gaat gewoon niet. Want dan wordt het te warm. Ja. Maar, dus dan is het ideaal. Maar in die Giro-etappes, als het dan rond de 15 tot 20 graden is, toen de etappe was ook nog wat regen, ja, dan gaat het alleen maar. Dan heeft die ventilatie niet zoveel zin. Dan gaat het gewoon om snelheid. Reken jij uit, of heb je uitgerekend hoeveel dit scheelt? Nee. Dus dat is ook. Dus sommige dingen is ook een beetje op ervaring dat ik weet dan dat het scheelt. Ik heb vroeger dat is misschien met die ventilatie, heeft dat wel iets mee te maken, wel een uitstapje, maar ik heb in het Human Power Team gezeten. Ik weet niet of je het iets zegt met die hele aerodynamische fiets in zo'n lichtfiets, met zo'n hele vorm eromheen, waarmee ze het wereldsnelheidsrecord proberen te verbeteren. In. Ja, ik was daar als bewegingswetenschapper was ik daarbij betrokken. Niet als fietser? Nee. Want ze zochten ook altijd heel lang iemand die erin wilde zitten, toch? Ja, elk jaar, maar ik was als student was ik daarmee. En gewoon mee met over de trainen van de renner en over de pacing van de renner. Maar ook over de aerodynamica. En toen heb ik geleerd dat, toen die voorkant bijvoorbeeld, dat ze het ventilatiegaatje in. Je had geen, die fiets was verder helemaal dicht, zat geen raam in. Alles wat je kon zien was met de camera bovenop. En er zat een klein ventilatiegaatje in. En omdat er toch wel een beetje lucht naar binnen moest komen voor die renner om te ademen. Oh, leuk als die adem kwam. Ja, maar toen... Toen was wel bekend dat, toen waren we een soort van discussie met, ik zat dan in de bewegingswetenschappen van het TVU en waren wat engineers vanuit de TU Delft dan. En die wou eigenlijk dat gat zo klein mogelijk houden, want het was beter voor de aerodynamica. Maar ik moest dan weer een beetje zeggen, ja, je moet toch wel kunnen ademhalen. Dus dat was een beetje de struggle. Maar toen kwam het er wel op neer dat hoe minder ventilatie, hoe kleiner dat gat was, dat dat echt heel veel scheelde voor de aerodynamica. Dus dat soort dingen neem je dan mee. En dan merk je als je op de fiets zit dat je denkt van, nou, ik denk dat het beter kan. En dan doe je het. Is wielrennen een denksport? Het is toch een beetje gekke werk. Ja. Nee. Nou, het kan wel helpen. Maar er zijn ook wel genoeg jongens die er niet bij nadenken en verdomd goede resultaten behalen. We gaan naar een van de jongens die er weinig over nagedacht. Nee, dat is, heel flauw. We halen Theo Bos er even bij. Het is een avond waarop we verschillende mensen langs zien komen. We gaan straks nog de grote Anna van de Brugge quiz. Maar eerst contact met Monaco. Theo, een hele goede avond. Hey, goedenavond jongens. Goedenavond. Alles goed? Ja, met ons is het uitstekend, want we mogen weer. We mogen weer over fietsen praten op een evenement. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. De jaarbeurs is voor ons ingericht. Theo, heb jij ook zo genoten van die overwinning van Taco? Ja, zeker. Ik vond het de mooiste overwinning van het Giro. En, ja, zeker de manier waarop. En ook, ik ken Taco van een afstandje natuurlijk, via Jan Willem. En ik ben zelf natuurlijk ook een aero-freak. Dus dan vind ik het fantastisch om te zien dat een aero-freak toch een rit pakt in het Giro. Ja. Wat is het verschil tussen een aerofreak op de baan en een aerofreak op de weg? Dat is best wel vergelijkbaar hoor. Dus je bent echt met snelpak bezig, met helm bezig, met fiets bezig, met houding. Dus dat is wel heel erg vergelijkbaar. Alleen een aerofreak op de weg, zoals Taco, die zit in een wildtourploeg. En die heeft toch wat meer te maken met sponsoren. Dus bijvoorbeeld die helm.
voor ons bijvoorbeeld, nou ja, helm is bijvoorbeeld een slecht voorbeeld, daar hebben we ook een sponsor voor. Maar bijvoorbeeld wielen of wat dan ook, daar zijn we, ja, wij zelf dan vrij in wat we kunnen rijden, wat we willen rijden. En dan zoeken we gewoon het beste uit wat er is op de markt en dat kopen we dan. Maar ja, het idee is natuurlijk wel hetzelfde. Ja, je wil gewoon zo snel mogelijk van A naar B en proberen zo aerodynamisch mogelijk te worden op de fiets. Maar Theo, verpesten jullie de sport niet een beetje? Het was ooit gewoon een sport voor boerenkinkels, een beetje heroïek en een beetje stampen door de modder. En jullie maken er een soort freak-nerdensport van. Nou ja, wat Taco net ook zegt, er zijn natuurlijk in het peloton altijd jongens die het vertikken om daarin mee te gaan. Bijvoorbeeld een boerengat, ja, die vindt het allemaal een beetje raar natuurlijk met die stuurtjes. Maar ik denk dat het gewoon, dat je altijd jongens hebt die dat leuk vinden om met zo min mogelijk vermogen zo hard mogelijk te fietsen. En ik was op de weg, was ik daar ja, zelf ook altijd wel mee bezig. En ja, ik ben ook op een gegeven moment in snelpakken gaan rijden, wegkoersen. En ik vond het heerlijk dat andere renners dat belachelijk vonden. En daarin niet in mee wilde gaan. Want toen dacht ik weer van, nou, dat scheelt weer een beetje, weet je. Het tempo gaat toch iets omlaag in het peloton als niemand daarin meegaat. En ik weet nog, ja, op een gegeven moment had Giro, die maakte er ook een soort aeropotje. En daar zat ook een vizier op. Dus dat zag er, het zag er ook niet uit, maar het was wel aerodynamisch. En dus ja, ik natuurlijk met die helm rijden. En ik werd uitgelachen, joh. En ik weet nog wel dat Philippe Gilbert, dat hij nog tegen me zei, wat heb jij nou op je hoofd, weet je wel? En uiteindelijk, ja, dat was in de Eneco Tour. En uiteindelijk won ik wel de massasprint, weet je wel. Voor jongens met een open helm, met een ja, best wel wapperend shirt aan. En ik reed met een snelpak met een aeropotje op. En ik weet gewoon, ja, dat scheelt ontzettend veel vermogen. Dus ja, en dat is dan een praatje over 2011, 2012. En ja, toen reed bijna nog niemand in een snelpak. Dus dat was heerlijk eigenlijk. En je ziet wel de tendens dat echt verandert. En ook met die remgreepjes naar binnen. Ik baal eigenlijk wel, toen ik net het verhaal van Taco hoorde, dat ik daar zelf nooit op gekomen ben. Dus ja, heel, heel slim, heel inventief en ja, zeker zo doorgaan, denk ik, met uitvinden. Kijk, we hebben over uitvinden gesproken. Een beetje atypisch in zo'n gesprek. Ik pak even een decorstuk erbij. Leg eens uit, ja. Theo, wat is dit? Dat is de Koga Kinsey. De Koga Kinsey. Ja, ja. En dat is een baanfiets. Ja, maar dit is de baanfiets, de baanfiets, toch? Ja, ja, dit is de baanfiets. Dit is een speciaal project. Je moet even uitleggen. Dit is een speciaal project in ontwikkeling gezet door de KNWU in combinatie met Koga om de prestaties op de baan te optimaliseren. Waar is dat ooit mee begonnen? Nou ja, Koga is natuurlijk al echt al decennia sponsor van de KNWU. En die heeft altijd het baanprogramma van de KNWU ondersteund met baanfietsen. En ja, dat doen ze volgens mij al vanaf ja, 1998 of zo. Hebben altijd mooie baanfietsen gemaakt. En op een gegeven moment ben ik ook op de baan gaan rijden in het jaar 2000, zoiets. En ik reed er op een Koga, een aluminium frame van Koga. Richting de Spelen van Athene. Toen heeft Koga een aantal fietsen ingekocht, 10 baanfietsen ingekocht bij Bike Technology. Daar hebben ze toen Koga opgezet, een Koga sticker. Waren superfietsen. Alleen, ja, ik werd toen wereldkampioen sprint en ik werd tweede op de Spelen. En toen dacht Koga, we gaan nu zelf een fiets maken. Ja. En dat is er toen gekomen voor Beijing. En dat was een hele goede baanfiets. Koga Chimera heeft ook heel veel publiciteit gehaald. Dus ja, dat was een goede fiets. Alleen ik zelf reed niet heel erg goed. Dus dat was jammer. dus een understatement dit. Ja, alles voor niks. Ja. En uiteindelijk heeft die fiets wel veel prijzen gewonnen ook, hoor. Dus die fiets, dat was gewoon een prima fiets.
Alleen, ja, die was op een gegeven moment toch wel eigenlijk al voor Rio al een beetje verouderd. Dus eigenlijk, ja, het mooiste zou zijn als je elke Olympische cyclus de fiets doorontwikkelt. Eigenlijk met de nieuwe kennis die er dan is. Uiteindelijk hebben ze dat met deze fiets gedaan. Dus ze hebben een paar Olympische cyclussen overgeslagen. En uiteindelijk, alle kennis die ze op hebben gedaan van de renners en ook van hun eigen kennis van de Chimera, dat hebben ze dan in deze fiets gestopt. En uiteindelijk is dit het product geworden. En ik denk een hele goede fiets. Maar zeg eens eerlijk. Ja, je ziet het. Theo, sorry? Zeg eens eerlijk, want jij hebt in het verleden ben je heel vaak tegen op de Olympische Spelen heb je verloren van de Britten, die dan vlak voor de Spelen een of andere hypersonische fiets uit het pak trokken. Kunnen de Nederlanders, die zwaar favoriet zijn omdat ze de afgelopen jaren alles wonnen, dus Lavrijsen en co, kunnen ze met deze fiets de Engelsen aan of worden ze straks weer verrast op de Spelen? Nou, ik denk dat ze zeker de PK's hebben. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè? Dus de renner op de fiets. En ik denk dat het ook absoluut met deze fiets kan. Maar je moet je niet vergissen dat andere landen, die hebben ook geïnvesteerd. Dus Groot-Brittannië die is samen met Lotus bezig geweest om een fiets te ontwikkelen. Die hebben echt een supermooie mooie fiets gemaakt. Heel apart ding. Ja, jij vindt het niet mooi, hè? Supermooi. Tot hier hoor. Dat ding is hartstikke lelijk. Kan wel werken, maar het is echt niet mooi. Nou ja, goed. Ik weet niet of Taco die fiets kent. Heb je die gezien met die voorvork? Je loopt helemaal zo. Ja, dat is wel een nieuwe ding. Hè, omdat die wind heel erg... Met die wind door die velg, dat is weer een heel speciaal iets. Waardoor waar al die fietsenbouwers weer bredere voorvorken gaan nemen. Omdat die wind dan beter gaat. Die voorvork en die achtervork die zijn gewoon zo breed. Die zitten voor je benen. Ja, wij vinden het lelijk. Maar goed, wij zijn ouderwets. Nee, het is. Oh, het lelijk. Is lelijk. Dat is ook het mooie van aerodynamica. Het maakt niet uit hoe lelijk het is. Als het maar aerodynamisch is, dan moet je er gewoon mee rijden. Je hebt ook gelijk. Het is jouw verhaal met de dobbel. Taco, als jij naar deze fiets kijkt, wat valt je op? Wat denk je, hé, dat hebben ze toch wel slim gedaan? Nou, ik had vooral het stuur had ik nog niet gezien. Dus dat vind ik wel echt gaaf uitzien. En, dat is een 35 centimeter stuur. 35. Ja, super. Je ziet wel dat hij heel lang is. Een stuk langer dan eerdere fietsen. De frame is al best lang, maar ook de stuurpen die er nog op zit. Dus dat weet ik ook wel met Jan Willem. Die hebben er ook wel veel mee getest. Zodat je die houding beter kan aannemen. En dat beter uit de aerodynamica testen kwam. Dus het zorgt dus de fiets zelf is snel, maar ik denk ook dat het ideaal is om er ook aerodynamisch op te zitten. Ik denk dat dat altijd een heel belangrijk ding is. Heel onbelangrijk. Goed. Het probleem... Ja, een slotopmerking over de aerodynamica, Theo. Ga je gang. Nou ja, goed. Uiteindelijk, Jan Willem rijdt dan de koppelkoers. En als je met een aflossing zit, dan pak je met je hand op het stuur. Dus dan pak je hem bovenop eigenlijk. Ja, en dat is een beetje... Dat is wel even wennen met dit stuur, dat hij wat langer, er zit een hele lange stuurpen op. En dat hij dan eigenlijk met de druk wat verder voor zich zit. En ja, dan is het best wel moeilijk aflossen. Dus Jan Willem moest daar best wel aan wennen eigenlijk. Dat je jezelf niet onderuit smijt. Ja, exact. Ja, dat is ook nog wel een discipline apart. We willen het ook even over andere dingen hebben. Even voor iedereen die zit te kijken en aerodynamica moe is, als je het ergens anders over wil hebben, dat kan, je kan invloed hebben. Stel je vraag, doe dat vooral in de chat, dan nemen we die straks nog even mee, vlak voordat we weer andere dingen gaan doen in dit ruime uur over fietsen kletsen. We willen even naar een onderdeel wat in oktober tijdens de beurs ook een belangrijk onderwerp wordt. En waar ook de kijkers en de fietsliefhebbers die Bike Motion volgen, invloed op gaan hebben. En dat is de koers van de toekomst. Hoe moet het wielrennen eruit zien over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar? We hebben met z'n allen altijd superveel kritiek. Is toch? Ja, ik niet zo. Jij niet, ik wel. Ja. Over hoe het er veiliger aan toe kan, duurzamer, spectaculairder, spannender. Mis ik nog wat? Nee, dat... Theo, jij hebt ook ideeën geopperd in het AD. Bijvoorbeeld over het veiliger maken van de massasprint. Kun je kort uitleggen wat je bedoelde?
Nou, eigenlijk komt het terug op iets heel simpels. En dat is het grootste gevaar, vind ik, in een massasprint zijn toch altijd de hekken. En renners die proberen aan de hekkant nog een andere renner te passeren. En ik heb geopperd om langs die hekken, 1 meter of 80 centimeter van het hek af, een lijn te trekken. En als een renner zeg maar in dat vak zit, tussen die lijn en dat hek, dan mag een andere renner daar niet meer tussendoor passeren. En natuurlijk betere hekken, een rechte lijn, laatste 300 meter, minimaal 8 meter breed. Een lijn in het midden als referentie voor als iemand afwijkt. Strenge handhaving van de regels. En duidelijke regels maken. Wat is nou precies van je lijn afwijken? Als iemand een slinger maakt van 30 centimeter of iemand wijkt 2 meter van zijn lijn af. En dat gewoon handhaven. En ik denk dat uiteindelijk het sprinten iets veiliger zal maken. En natuurlijk, kijk, in een massasprint, je hebt best wel af en toe valpartijen. En we hebben natuurlijk een enorm erg valpartij meegemaakt. Maar over het algemeen gaat het toch altijd net goed. Maar ik denk met het geval van de hekken, dan maak je het toch echt nog wel een stuk veiliger. Want dat is denk ik het gevaarlijkste aspect van het sprinten. Ja, als jij nou eens de huidige sprintcultuur in een massasprint vergelijkt met de periode dat jij 35 zegens op de weg haalde. Wat is dan het grootste verschil? Nou, ja, op zich valt het verschil echt wel mee hoor. Als je een massasprint zit te kijken, ook nu, en je vraagt je af waarom wijkt iemand van zijn lijn af, dat had je 10 jaar geleden natuurlijk ook. En ik denk, uiteindelijk wordt het toch zo'n chaos op de streep af. Ja, dat is heel moeilijk om dat te veranderen volgens mij. Dat zit gewoon, dat is uiteindelijk gewoon het wielrennen. Maar je moet natuurlijk als sprinter wel gewoon echt rekening houden met elkaar. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. En ja, de organisatie heeft daar gewoon een hele belangrijke functie. Dat als de sprint eenmaal ingezet wordt, de laatste 300 meter, dat die hele omgeving, dat gewoon super veilig is. Dus je hebt in België bijvoorbeeld ook die nieuwe boarding gezien. Dat zijn gewoon hele grote plastic. Wat zijn het? Hekken, niet echt hekken, maar het zijn gewoon plastic bakken eigenlijk. Ja. Barrières. Ja, daar kun je gewoon tegenaan vallen. En dat gebeurt er gewoon. Ja, dan heb je natuurlijk, ben je wel blond en blauw. Maar daar val je natuurlijk nooit doorheen. Nee. En bijvoorbeeld ook asfalt. Of je ziet altijd in een massasprint dat je op een hele mooie weg rijdt, 10 kilometer voor de finish. Ja. En dan uiteindelijk kom je een dorpje in of een stadje in. En dan is het nog even de laatste 200 meter rechtsaf een klein, smal klinkerweggetje op. dat is gewoon verschrikkelijk natuurlijk. En daar moet je sowieso vanaf. Ja, maar jij zegt, het belangrijkste is, renners moeten rekening houden met elkaar. Taco, dat is toch een illusie in een sprint? Uiteindelijk zijn het echt een stel opgefokte gasten die daar gewoon alleen maar die streep zien. En niks anders. En vol adrenaline alleen maar daarmee bezig zijn. En niet even nog de gedachte hebben op dat moment. Oh ja, ik moet wel. Het is gewoon het instinct van wat daar gebeurt. Ja, excuus, Caleb. Ga je gang. Dat is geen tekst. Maar er zijn zeker wel sprinters die wel. Waar ook in peloton bijvoorbeeld André Greipel of zo. Dat wordt altijd wel een beetje de gentleman dan onder de sprinters. Die zal niet zo snel iemand in de problemen brengen. En die heeft toch heel veel koersen gewonnen. Dus het kan zeker wel. Had hij meer gewonnen als hij geen gentleman was geweest? Dat weet ik niet zo goed. Want nu was het ook wel misschien dat meer mensen meer gunnen. En jongens als Bohani, die staan dan weer wat minder bekend in het peloton. Dat werkt ook niet altijd goed tegen als je wat minder. Dus vind ik lastig te zeggen. Maar ze maken natuurlijk zo'n Wild West omdat er zo weinig handhaving is. Het zou natuurlijk heel interessant zijn als... Theo, zijn er mensen geweest van de UCI die contact met jou hebben opgenomen? Nee. Nou ja, goed. Ik heb trouwens wel
op een gegeven moment kwamen er natuurlijk wat reacties op dat artikel. En ook Caleb Ewan reageerde erop. Van het lijnen op de weg, slechtste idee ever. Ja, maar dat is dus zijn nadeel. Hij is typisch zo'n sprinter die ze overal tussendoor moet... Ja. Nee, maar goed, ik kwam hem hier een paar weken geleden tegen toen hij uit... toen hij net terug was van de Giro. Dus ik zeg, hey, hoe is het? Blablabla, even een praatje gemaakt. En toen zei ik zo van, trouwens, je hebt nog een keer gereageerd op een artikel van mij. En toen legde ik het uit. Ik zeg, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik het slechtste idee ter wereld vond. Dus toen legde ik het uit van, nou ja, weet je, met de hekken en dat je een soort sprinterslijn, als je daarin rijdt, mag je er ook niet meer uit en dan mag je ook niet meer tussendoor, bla bla bla. En toen zei hij van, oh, ja, dat hebben ze helemaal niet zo uitgelegd aan mij. Dus, en toen zei hij van, ja, dat vind ik wel een goed idee. Dus in principe, ja, denk ik dat er best wel veel sprinters daar ook open voor staan en dat eigenlijk ook wel prettig vinden. Volgens mij moet hij gewoon het AD lezen ook. Ja. Ja. Maar dan moet je eerst de premium... Ja, dat is waar. Is waar. We vroegen de kijkers om vragen te stellen. Dat hebben ze ook gedaan. Ik moet het een beetje snel scannen. Maar er zijn een aantal vragen is er binnengekomen. Beginnen met een vraag voor jou, Taco. Hoe ervaar je de overstap naar de nieuwe ploeg? Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En... voor de duidelijkheid, je bent echt pas op het allerlaatste moment kreeg je een plekje nog in Intermarché. Ja, ik heb 2 jaar bij Rompel, 2 jaar bij Jumbo gereden. En einde contract. En met corona was natuurlijk de markt lag ook wel een beetje op schat. En toen kon ik eigenlijk nergens terecht. En toen zou ik bij Beat gaan fietsen, bij die continentale ploeg. Waren wij heel erg blij mee, hoor. Ja, nou, dat snap ik. Precies, ja. Dus, en toen kwam ik eigenlijk op het laatste moment. En eigenlijk met het idee van, nou, ik wil me gewoon terugvechten naar de World Tour of naar Pro Continental en laten zien dat ik daar gewoon thuis hoor. En toen kwam toch nog Intermarché Wanty om bij de ploeg te komen. Het is heel last minute. Maar ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik denk ook dat dit bij mij als coureur gewoon... beter past. Dat is het, denk ik. Ik heb het onwijs leuk gehad bij Jumbo. Vooral met alle jongens. Het is een super sfeer in de ploeg. En het is hartstikke gezellig. En al die Nederlanders. De ploeg met de langste naam van de World Tour. heb je meer vrijheid hier? Ik denk dat ik meer kan doen in wat ik goed kan. En wat ik goed kan is... ik kan best wel in kleinere wedstrijden, bijvoorbeeld in België, kan ik goede uitslagen rijden. Ik kan goed in de ontsnapping rijden en ik kan eventueel nog een beetje in de sprinttrein helpen of lang op kop rijden. En bij Jumbo was het, ik kon op kop rijden, dat kon ik wel goed, dat heb ik ook best wel veel gedaan bij Jumbo. Maar in de ontsnapping rijden was er eigenlijk niet echt bij. En die kleinere wedstrijden, dat reden we niet. En dan was er eigenlijk alleen maar de grote wedstrijden en dan was er een Wout van Aert mee. En ik vond het super om Wout te helpen of om op kop te rijden voor Dylan. Heb ik ook echt wel veel van geleerd, ook wat je nu weer toe kan passen, juist in de vlucht. Maar ja, hier ben ik gewoon wel beter in. Ja. Ja, pas beter bij je. Een vraag van Koen was dat. Koen, ik hoop dat het antwoord naar wens is geweest. Theo, schakel even naar jou. Hoeveel, dat is een vraag van Ruben. Hoeveel verschil zit er tussen het piekvermogen in massasprints op de weg en de teamsprint op de baan? Poeh. Dat dus piekvermogen is je maximale geleverde vermogen. Ja. Ja. Nou ja, als ik ook de vermogens nu zo'n beetje zie op internet, wat de jongens op dit moment rijden. Ja, sommige... Greipel rijdt trouwens best wel veel vermogen. Die zit echt wel bovenin richting de 2000 volgens mij. Maar Caleb Ewan die zit op 1600. Volgens mij won hij de sprint in de Giro met... volgens mij 1500 of 1600 watt is natuurlijk ook een heel erg licht mannetje. Ja. Ik zelf zat op 1400, 1500 watt in een massasprint dat ik een massasprint won. Mijn hoogste is volgens mij ooit 1700 watt geweest. Is niks. En op de baan is mijn piekvermogen 2300 watt. Dat is mijn record. En dan zit je ook op 5 seconden. Je kijkt dan ook niet alleen naar de 1 seconde waarde, maar ook naar 5 seconde waarde of 10 seconden waarde. En de 5 seconden waarde is ook boven de 2000 watt.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar Jeffrey Hoogland, dat is onze, een beetje echt wel de watmeister van de ploeg. Ja, die gaat dik boven de 2500. Dus die zit met, die rijdt iets van 2700. Alleen, ja, dat is dan op de SRM gemeten. Maar wij trainen met een ander meetsysteem. Daardoor komt het piekvermogen iets lager uit. Ja, op een gegeven moment met die waardes. Ja, volgens mij is de afwijking dan wel best wel groot. Maar zoals bijvoorbeeld Jeffrey Hoogland, die heeft dan een paar maanden geleden zijn powermeter crank kapot getrapt. Ja, die trapt gewoon een crank doormidden, hè? Ja, die trapt dus een crank doormidden. En nu hebben ze ook bij de selectie gezegd, we gaan niet meer met powermeters trainen, want het is te risicovol. dus ze trainen nu met normale cranks. Dus ze weten ook nu niet hoeveel power ze leveren. Maar ja, Jeffrey, dat gaat 27 richting de 2800. Ja. Dat zijn echt bizarre waardes. Goed, nou daar schrikken we van. Mooi, dit was de vraag van Ruben. Dan gaan we nog naar de één vraag, hebben we nog tijd voor. De vraag van Ronald, die is voor Taco. Waar had je het meeste last van tijdens de etappe die je won in de Giro? Van mijn benen, toch wel. Ja, toch wel uiteindelijk. Ja, toch wel. Ja. Eigenlijk wel simpel. Het doet gewoon echt pijn. Ja, dus ja. Daarvan. Goed, voor nu sluiten we dit blok af. Dat betekent dat we afscheid nemen van Theo. Dankjewel, Theo. Ja, bedankt. Ga je de komende weken nog een hoop zien, ben ik bang. Ja, zeker. Komende maanden. Ja, het begint vrijdag en dan de Tour en dan de Spelen. Ja. Hartstikke leuk dat je ook vanavond hier was. Nee, super bedankt. Geniet nog even van de omstandigheden in Monaco. Ga je straks, Zwift je even mee? Tijdens gaat Zwiften, social ride? Nee, ik heb toevallig geen home trainer hier, helaas. Nou ja. Theo, bedankt hè. Mazzel. Hoi. Hoi. Ciao. Ja, belangrijk moment. Het is een event, een digitale opwarming voor de Bike Motion beurs in oktober. En dat komt alleen tot stand met partners. Dus we hebben ook ruimte voor een van de partners. Dat gaan we laten zien. Bedenk nou even tijdens het kijken van dit prachtige filmpje. Bedenk nou even, dit had ook uw filmpje kunnen zijn. Die zo meteen nog eventjes een eind ritje oproepen. Ja. Doe jij die? If you wanted to take the easy road, you wouldn't be on this one. Dat dus. En wilt u nou meedoen? Bike Motion, aanmelden, bellen, regelen. Zullen we even gaan bellen? Nee, we gaan een oproep doen. Deze gaan we doen. De oproep. Heel belangrijk. De koers van de toekomst. Ja. We gaan op Bike Motion eind oktober. Gaan we eigenlijk proberen om de wedstrijd van de toekomst over 5 of 10 of 15 jaar samen te bedenken. We gaan het echt opsturen naar de UCI. Maar het is iets wat we met z'n allen doen. Niet top-down, maar bottom-up. Dus we vragen eigenlijk iedereen, heb je goede ideeën over hoe wielrennen er over 5 of 10 of 15 jaar moet uitzien? Zoals Theo al eventjes een idee aandroeg over het veiliger maken van sprints. Kom maar op. Deel ze via, maakt eigenlijk niet zo uit, hè? Twitter, Insta, mailen, ja. Stuur een brief naar de krant. Komt wel aan. Alles is welkom. Ja. Eind oktober gaan we er echt werk van maken. Vegen we alle ideeën bij elkaar en gaan we het opsturen naar de UCI. Aan het eind van dit uur, Taco, zou ik heel graag van jou een idee willen horen over de koers van de toekomst. Ja, ja, dat is goed. Oké. Ik zie al dat je er al 7 in je hoofd hebt. Ja. Die komen een heel exposé. we gaan bellen, zoals je zei. Je had uiteraard helemaal gelijk. Wij hebben de performance zone tijdens de Bike Motion, Thijs en ik. Maar er zijn nog meer zones. En de Explorer zone, die is van Laurens ten Dam en Stefan Bolt. Kijk eens even, we beginnen met Laurens. Zit hier in zijn man cave. Ja, tuurlijk. Ik moest een goede achtergrond regelen, jongens. Dus
Ik heb meteen een giraf neergezet. Dat zitten we volgende week, Steve en ik. Heerlijk. Laurens, heel even, want we hebben een aantal dingen van je gezien de afgelopen tijd. Maar hoeveel stof zit er nog in je oren van die tocht in Amerika? Nou ja, ik zat best wel wat. Ik ben nog steeds aan het hoesten en proesten, maar dat is denk ik vooral de hooikoorts die hier in Nederland opsteekt. Maar ik heb daar natuurlijk wel genoten, alleen om dan meteen op het verhaal van Eero in te spelen. Ik zat natuurlijk al een tijdje te luisteren. En dan moet ik even een andere foto erbij halen voor Thijs. Wacht. Hij heeft al een hele presentatie gemaakt, ja, hoor. Leuk. Ja, joh, normaal ben ik niet zo. Oh, kijk, hier deze. Hier, ga ik even inzoomen. Thijs, ik weet niet of je meteen iets opvalt. Misschien moet je heel ver inzoomen. Maar dat gravelrijden, dat zijn dus allemaal van die hele lokkere gasten. 2 weken eerder had ik een koers gereden met die gasten. En hadden ze allemaal geen tijd aan het sturen op de fiets. Nou, dan zie je mij persoontje daarvoor aan. Met een stuurbordje waarop staat dat je het niet mag vouwen. En niet mag modificeren. Nee, de rest van de stuurbordjes zie je bijna niet. Weet je? Dus ik ben natuurlijk ook wel iets van de performance. Dus ik had na de koers had ik die wattages uitgelezen. Ik denk, hoe ken dat nou, weet je wel? Totdat ik die foto's zag. Dat is ook wel beginnersfout, Lau. Kom op, stuurbordjes fout. Ja, dat is een beginnersfout. Dat zijn allemaal dus... Nee, jullie kregen het er net over, weet je wel. Verpesten jullie niet de sport met het waren vroeger allemaal van die knoesten. En, en nu ga je opeens heel zielig in een snel pak. En met je shifters naar binnen ga je, zeg maar, proberen zo erg mogelijk te zijn. Nou, ik dacht dat ik naar een sport was gegaan waar dat niet voor. Dat is overal zo. En dan kom je aan de start van de belangrijkste... Dus 2 weken eerder gold het niet. Maar dan kom je aan de start van de belangrijkste koers. En dan gelden toch weer die oude wielerwetten, zeg maar. Dus ik had me goed laten flikken. Maar tijdens sturen in een gravel race vind ik ook wel ver gaan. Ja, nou ja, ik heb een stuurbordje erbij. Er staat echt op straffen van disqualificatie mag je er niet in knippen en zo. Mijn specialized mannetje die had het heel netjes opgehangen. Maar toen stond ik aan de start. Ik heb natuurlijk Pat King wel shit gegeven dat hij hem op zijn bovenbuis had gevouwen. Dat is een beetje een Thijs Sonneveld actie, zei ik. Bij de strandrace, zet je. Ja, dat doe ik zeker. Hey, even weg van error. Vertel eens even wat jij eind oktober gaat doen hier op de beurs. Wij vullen de Explorer Hall. En zoals de naam al ziet, gaat het om het ontdekken. Iets meer om het ontdekken dan om het hard fietsen. Nou, daar hou ik natuurlijk ook wel van hard fietsen. Maar van oudsher is van mij toch de fiets wel het instrument geweest waarmee ik de wereld ontdekte, zeg maar. Of waarmee de wereld groter voor me werd. Nou ja, ik ben net terug uit Amerika, waar ik 4 fantastische weken heb gehad. En zaterdag vliegen Stefan en ik samen met Thomas Dekker en Dennis Bruin naar Kenia, waar we 8 dagen in de Maasai Mara woestijn, Steve, zeg ik het goed? Ja. Nee, ik vergeet het steeds. Steven, maar ja. Dat we in ieder geval, hopen we niet te worden opgegeten door leeuwen en tijgers. Dat vertel ik altijd aan mijn zoontjes, hè. Daar mag ik niet weg van ze. Maar ja, wij ontdekken dingen en dat gaan we die mensen proberen te inspireren om ook in 2022 de fiets te pakken om dingen te doen die je niet voor mogelijk had gehouden toen je begon met fietsen, zeg maar. En ik hoop dat lukt. Ja, we gaan even naar jouw grote vriend, Stefan. Jij hangt ook in de lijnen, we hoorden je op de achtergrond al even. Ja, daar ben je. Hè. Goed je weer eens te zien. Wat zeg je nou? Ik hoor je niet zo goed nog een keer. Ik moest een fiets neerzetten of iets, maar het lukte me niet meer. Sorry. Ik zie Lau namelijk helemaal ons. Nee, maar dit is de Mara-woestijn op de achtergrond. Ja, ja, ja. Dit is een beetje was zijn Mara. Was zijn Mara, toch Lau? Ja. Heel goed. Vertel eens even, wat heb jij ontdekt sinds je bent gaan fietsen? Oh, Jezus. Heb je Jezus ontdekt? Dat kan ook. Nou, als hij zijn baard echt goed laat groeien en zijn haar laat, ja, dan is die vergelijking wel vrij snel te maken. Maar ik fiets al iets van 20 jaar, alleen de laatste, laten we zeggen, 2 jaar wat intensiever. En de laatste 3 jaar op die fiets met die dikke banden. En dat is wel. Toen ik dacht van, nou, ik heb Nederland redelijk uitgespeeld qua weggetjes, wat feitelijk nooit zo is. Als je dan nog eens een keer je dikke bandenfiets pakt en al die weggetjes ingaat waar je normaal nooit inging, dan is er nog wel echt een wereld te ontdekken, hoor. Ja. Dus ik heb met Thomas gisteren in de snik heette overigens, een richting vanaf, ik woon zeg maar in Naarden, naar Apeldoorn gereden en weer terug. Nou ja, we hadden echt het gevoel dat we op vakantie waren. Daar speelde dat weer ook wel mee, maar... Dus dat...
En Thomas die heeft altijd het gevoel dat hij op vakantie is. Ja. Ja, ja. Dat kennen we. Ja, die hangt zelf de slingers op. Ja, ja. Ja, dat hoef je ons niet meer uit te leggen. Noem even nog tot slot. Hebben we een mooie gast die je kan aankondigen? Is er een mooi thema wat je omhoog wil halen tijdens de beurs? Nou, dit jaar nog heftig onder embargo en onderhandelingen zijn gaande. Wat we wel kunnen zeggen is dat we een hele vette film gaan maken over een bikepacking race die Further heet. Die gaat op première op de Bike Motion. En wat wel leuk is om te vermelden, we gaan twee keer bikepacken. Ja, wat dan een micro-adventure heet. We gaan op vrijdagavond, einde dag, gaan we weg. Fietsen we 30 kilometer, zetten we ons kamp op, gaan we zaterdagochtend weer terug. En datzelfde doen we zaterdagavond van zaterdag op zondag. Micro-adventure, dat belooft wel echt heel gaaf worden. Ah, nice. Hartstikke leuk. Jongens, hartstikke dank dat jullie de tijd namen om even ons te woord te staan op deze manier. En we zien elkaar zeker in oktober. Thanks, mannen. Hou hem heel daar in Kenia. Misschien worden we opgegeten. Oh, dat zou leuk zijn. Wel concurrent binnen voor strandrace. Pakken ze Steve toch eerst, joh. Pakken ze Stefan eerst. Ja. Strandrace. Ja, pakken ze mij zeker eerst. Jongens, mazzel. Jo, bedankt. We gaan van de mancave in Ouddorp door naar een camping aan de voet van Alpe d'Huez. Ja, hier is Slappendeel. Die hoort ons met vertraging, denk ik. Want we horen ons nu over de lijn terug. We hebben Iris vanmiddag al even gesproken. Zat ze op de top van de loterij? Oh, daar is Iris. Ja. Iris, een van de presentatrices van de Culture Zone. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ben je al op de West nog op geweest? Nee. Komt nog wel. Komt nog wel, ja. De Culture Zone, leg even uit. Wat gaan jullie doen op de Bike Motion in oktober? Ja, alles rondom fietscultuur eigenlijk. Dus dat is best wel een breed onderwerp. En ik denk dat ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het heel leuk wordt. Het gaat echt van boeken en films tot en met duurzaamheid, innovatie, mode. En ja, ook wel een beetje degene we zagen net Laudersedam, die heeft natuurlijk een beetje zijn eigen culture. Maar zo zijn er nog wel wat grotere. Hoe noem je dat? Heb je nog groter dan Ten Dam? Noem eens iets. Ja, dat denk ik wel. Ik zag een Bradley Wiggins op de lijst staan. Ja. Ho, we zetten hoog in. Komt die echt? Ik denk dat als die weet dat wij er zijn, Orla en ik, dat het wel een goede kans dat hij komt, ja. Wauw. Hey, hier moet ik bij zijn. Je bij Wiggins? Ja, dan moet ik. Dan doe jij het even in je eentje, dit performance deel. Dan ga ik even aan de andere kant, ga ik even naar Wiggins. Nou, geen enkel probleem. Maar mocht hij niet komen, dan komen er wel heel veel andere toffe gasten, denk ik. Ja, dat is ook wel. Wat zou je hem vragen? Even snel, wat zou je hem vragen? Oeh, dat is wel. Daar zou ik wel even goed over moeten nadenken. Zijn mooiste wielershirt. Hij spaart wielershirtjes. Ja, dat is wel wat zijn mooiste wielershirt is, ja. En waarom, en of die ze überhaupt nog wel past? Nou, dat denk ik niet trouwens. Nee, dat past niet. Je mag het hopen van niet. Nee. Toch? Iris, dankjewel. Vanaf de camping onderaan de voet van Alpe d'Huez. We zien jou ook in oktober. We gaan nu luisteren naar Ola, jouw co-host. Hi, I'm Orla Shinoui. I'm a cycling journalist, writer and broadcaster with Eurosport and the cycling podcast Femina. And I cannot wait to get to Bike Motion this year. You may be able to tell from my accent, I'm not a Benelux native, but I am local these days. I moved to Amsterdam with my family 2.5 years ago, and we are fully immersed in the cycling culture here. Within weeks, we ditched the car and replaced it with an electric cargo bike. So these days we get around by buck feet, by mama feet. I have a fold-up bike for commuting to work on the train. I have my road bike for enjoying with my friends in a weekend. We are all in. So it's probably quite appropriate that I'm co-hosting the Culture Zone this year. I can't wait to get on stage with Iris and welcome a whole host of fascinating guests to talk to. One person I'm really excited about hearing from is Mariana Voss. She has long been my cycling hero from either the women's or the men's side of the sport. And to hear from her this year of all years, just after the Olympic Games,
should be very special indeed. I hope to see as many of you as possible at Bike Motion later in the year. Enjoy the rest of your evening. Als je na de woorden van Orla nog niet overtuigd bent... Wordt een aardig rijtje gast, hè? Dan ben je het nu wel. Ja, als Marianne Vos ook komt... Nee, dan komen er nog veel meer. Ja, komen nog veel dan meer. Komt Bradley Wiggins zeker. Oké. We gaan quizzen. Leg jij het uit? Ik leg het uit. Goed. Het is, we spelen de grote Anna van der Breggen quiz. Van der Breggen, morgen favoriete op het NK tijdrijden in Emmen. Je kunt meespelen op je tweede device... je gaat naar kahoot.it en je vult de volgende code in. Daar komt-ie. 148-2612. Goed. Als je er zin in hebt, meld je even aan. We geven je heel even de tijd. Ja. En anders speel je gewoon mee zonder op Kahoot te zitten. Maar inderdaad. Hè? Naar voorbeeld van Taco. Je kan ook team Taco zijn, maar log nou even in. Ja. Je kan prachtige prijzen winnen. Een gesigneerd boek van Anna van der Breggen. Driemaal. Ja, 1, 2 en 3 maal. 1, 4, 8, 2, 6, 1, 2. Er zit wat vertraging op de lijn. Komen we straks allemaal wel uit met elkaar. Want die quiz is hartstikke leuk. Even ter zake nu. We hebben nog de Bike Motions Award. Oh ja. Er komt nu een hele charmante vrouw aangelopen, die houdt een briefje omhoog. En daar staat op dat je dezelfde naam moet gebruiken bij het aanmelden in het spel, als dat je gedaan hebt, terwijl nu echt de aanmeldingen binnenlopen, op de chat. Ja, dezelfde naam gebruiken, want als je dan een prijs wint, dan kunnen we je makkelijker benaderen enzovoort. En als het niet zo is, dan stuur je gewoon een mailtje. Dat kan ook wat. Ja, er begint nu een scherm te knipperen. Ja, joh, kom maar. Iedereen doet mee. Goed, de Bike Motions Awards zijn terug. In oktober gaan we die uitreiken. Voor meer informatie, check alsjeblieft de site Bike Motion. Want dan kunt u zien wat er voor nodig is. Het gaat, deze award is eigenlijk een erkenning van de vooruitgang. En er zijn een aantal zaken waar je aan moet voldoen. Als idee of als persoon of als initiatief in de breedte. Slimme oplossingen worden er gevraagd. Veilige oplossingen, duurzaam, langdurig. En dat alles voor de fietser. En de vooruitgang van de fietswereld is eigenlijk de gemeenschappelijke factor. Je kan gewoon personen, initiatieven en alles kan je aanmelden. En dat moet je doen via Bike Motion. En dan kan je in oktober een award winnen. Ik stem voor het stuurtje van Jan-Willem van Schip. Mag dat? Ja, dat vind ik ook. Dat is wel mooi. Ja. Ik ga gewoon de quiz beginnen. Nou, ik zou... Ja, dat ja, moeten we doen. Ja, joh. Er zijn heel veel mensen... Ja, we gaan hem gewoon beginnen. Ik ga rustig... 4912 mensen die meedoen. Oké. Okay. Rustig de eerste vraag. Ja. Komt-ie. Vraag 1. Welke mountainbike race won... Anna van der Breggen. Was het de Cape Epic of was het de Crocodile Trophy? Hupsakee, tijd gaat bijna lopen. Ja. Hier is de vraag. Met wie was het? Het was met Annika Langvat. Oh, lekker zeg. Bonus. Ja? Ja. En ik weet het goede antwoord ook. Cape Epic, Crocodile Trophy. En ik weet ook dat jij de ambitie hebt om een van deze races ook te rijden. Een van deze twee. Lijkt me wel heel leuk. Lijkt jij dat wat eigenlijk of niet? Lijkt me fantastisch om te doen. Ja, toch? Ja, zeker. En ook het hele bikepack en zo. Ik ben helemaal fan. Ja? Ik ben echt... Als ik bij Beach zou gaan rijden, dan zou ik ook allemaal van die ultra races gaan doen met gravelen en zo. Ik vind het echt fantastisch, ja. Dan moet je even met Albert praten. Ja, precies. Ja, de Trondheim Oslo. Ik denk dat je nog een... Ik was onder de indruk. Ja, ik denk dat je een goede tegenstander aan hem hebt. Ja. Over 550 kilometer. Goed. Er is wat vertraging, dus we kletsen tussendoor wat. Maar het gaat daadwerkelijk om vraag 1 van de quiz. Ik zou zeggen... Klokje loopt bijna af. Geef het een go. 1 seconde, 0 seconde. Het was... Het goede antwoord is Cape Epic. Cape Epic. Ja. Vraag 2. Vraag 2, ga je gang. Waar studeerde Anna van der Breggen voor? Was dat voor verpleegkundige? Of was dat voor basisschoolleerkracht? Verpleegkundige of lerares? Taco, zonder iets weg te geven. Weet jij het? Nee, helaas. Hoe zou je er inschatten?
Is ze meer van de zorg of van het onderwijs? Nou, het is wel een sociaal verzorgend mens, maar dat kan bij beide groepen passen. Dus ja, dat is lastig te zeggen. Ja, ja, als ze had gestaan wegenbouwkundige en... Ja, dan had ik het eerder geweten. Ja, dan was het makkelijker geweest. Ja. Ik heb haar jaren geleden nog eens geïnterviewd. En toen zei ze dat ze het nog ooit al wilde doen. Maar dat was nog voordat ze ploegleider ambities had. Dus jij weet het? Ik weet het. Oh, dat vind ik wel charmant dat jij dat weet. Ik weet het eigenlijk. Ik weet zelfs waar ze het heeft gedaan. Waar ze het heeft gestudeerd. Ja? Zeg eens. Zwolle. In Zwolle. Ja. Ja. Dat is wel logisch. Ja. En ze neemt haar afscheid. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk ook, hè? Als je er geen zin meer in hebt, dan moet je niet meer doen, hè? Ah, oh, mooi. Wat een mooi antwoord. Tijd zit erop. Goede antwoord. Verpleegkundige. Klopt. Ja, gelukkig. Dat klopt. Verpleegkundige is het goede antwoord. Ja, jongens, geintje. We gaan naar vraag... Oh, wacht even. Het tussenstandje. M. Schoppers. Schoppers. Zo, die gaat zo. Goed. Ja. Okay. Vraag 3. Welke kleur heeft de onderste boog, de onderste kleur dus, van de regenboogtrui? Blauw of groen? Stel eens voor je. Weet je het? Ik kon deze kant, dat zou ik niet weten. Ik zit te denken. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik heb geen idee. Nee? Als je met die bandjes, stel je die bandjes voor. Ik had hem in de repetitie in één keer goed. Ja? Ja. Sterk. Maar ik weet dan weer niks van andere dingen. Hoe mooi moet het zijn als je met die bandjes mag rijden? Gewoon die, zo op je arm, de rest van je leven. Ben je wel Nederlands kampioen geweest eigenlijk? Misschien zult nog, hè? Misschien nee. De koppelkoers bij junioren. Nederlands kampioen, het staat er toch op. Ja? Nou, dat vind ik wel tellen. Ja. Koppelkoers. Waarom doen we dat zo weinig? Ja. Nou ja, straks spelen. Als Jan Willem van Schip en Juri Havik Olympisch kampioen zijn geworden, dan wordt het heel populair. Dan wordt het heel populair. Ja. Ja. De duo Normanden. Feitelijk ook een koppelkoers. Koppeltijdrit. Dat is toch wel anders, hè? Ja, de goede antwoord. Groen. Groen. Jullie wisten het. Eén koppertje. Ja, één koppertje. Door naar vraag 4. Waar heeft Anna van der Breggen haar eigen allee? In Hasselt of in Valkenburg? In haar Hasselt. Eigen straat. Ja. De Anna van der Breggen allee. Ja, we zeggen niet voor niets allee natuurlijk. De straat, waar heeft ze de eigen allee? Valkenburg of Hasselt? Huh? Hasselt? Valkenburg? De Hasselt kan ook bij Zwolle liggen, toch? Ja, kan ook. Logisch. Dichtbij. Ja. Dichtbij huis. Waar nee, je hebt ook een Hasselt in België. Ja, bedoel. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ik gok dat we hier Zwolle willen doen. Ja, ja. Ja. Waar kom jij eigenlijk vandaan, Taco? Ja, daar komt altijd heel veel commotie over. Want iedereen zegt altijd dat ik Rotterdammer ben. Dat wil ik eens en altijd maar meteen afschrijven. Want dat ben ik niet. Nee? Ben ik in het ziekenhuis geboren. Maar ik kom uit de Zilk. Eén door verder. Bij Thijs in de buurt. En ik woon nu 3 jaar in Wageningen met Jan Willem. Oh ja, ja. Het goede antwoord, Valkenburg. De Anne van der Breggen allee is in Valkenburg. Ja. Als je naar de finish rijdt via de omleiding van de Amsterdam Gold Race, kom je door Valkenburg over de Anne van der Breggen allee. Vind ik mooi. Dat is echt waar. Mooi volgende detail. Vraag. Welke ploegmaat hielp Anna aan de zege in Luik-Bastenaken-Luik 2021? Dus de afgelopen Luik-Bastenaken-Luik. Wie hielp ze aan de zege? Was dat Demi Vollering of was dat Chantal van den Broek Blaak? Ja, dit is natuurlijk een eitje. Ja, inkopper. Dit is echt een inkopper. Ja. Je zou de vraag ook verkeerd kunnen interpreteren. Ja. Dat zij dat Van der Breggen heeft gewonnen, maar ze liet het aan een ander. Dat je daar als wereldkampioen gewoon jezelf helemaal wegcijfert de laatste 25 kilometer. Prachtig. We waren erbij ook na afloop, hè? Het grootste. Dat ze in de interviews na afloop ook gewoon... de nieuwe Van der Breggen naar voren schoof. Let op, hier is ze al. Dat zei Van der Breggen. Dat zei Van der Breggen. Ja, ja, ja. Maar het aangekondigde talent van Demi Vollering spat er ook vanaf natuurlijk. Wat? Die geeft dat antwoord weg. Ja, dat mocht. Oké, de laatste 4 seconden. Oei, ja, deze... Demi Vollering is het goede antwoord. Heel goed. Slotvraag? Slotvraag. Is niet van ons. Hoi allemaal.
Aan de vooravond van mijn laatste NK heb ik voor jullie quiz een vraag over mijn allereerste deelname aan het Nederlands kampioenschap. En de vraag is namelijk, hoeveelste werd ik dat NK? Ja, als Nederlands kampioen dit jaar eigenlijk niet zo heel veel in de trui kunnen rijden, wat ik wel heel erg jammer vond. Natuurlijk was het een goede reden omdat ik wereldkampioen werd en in die trui mocht rijden. Maar het is altijd wel heel bijzonder om die trui te hebben. En voor mij was het de eerste keer, dus zeker ook wel weer jammer om hem zo weinig aangehad te mogen hebben. In de Giro afgelopen jaar. Dus hopelijk dit jaar weer een mooie wedstrijd op de Van Berg. Met een mooie winnaar die hem veel kan laten zien. Voor nu veel plezier met jullie quiz. Succes! En hier kwam het antwoord achteraan. Dus de vraag luidt... Werd ze 20e? Ja. Of werd ze 13e? In haar eerste NK. 20e of 13e? Er zijn renners met minder luxe problemen. Ik kon de Nederlands kampioenschapstrui niet aan, omdat ik nog een wereldkampioentrui had. Ja, dat is jarenlang een frustratie geweest, hè? Hingen er thuis, bij Vijf van de Breggen, hingen er twee van die gebreide regenboog-handschoentjes. Die had haar tante gebreid. En die hingen daar, omdat ze elke keer werd ze tweede op een WK. Tweede in, wat was het, in Richmond? Tweede op de tijdrit, tweede in de wegwedstrijd. Ze werd elke keer maar tweede, hè? Dus elke keer die regenboogtrui, die mocht ze niet aan. En ze mocht die handschoentjes niet aan van zichzelf, voordat ze niet echt wereldkampioen was geworden. En die hingen dan zo over het tijdschriftenrek. Het tijdschriftenrek. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dat een tijdschriftenrek nog voor inspiratie kan zorgen, ja, is een zegen. Ja, absoluut. Tijd zit er bijna op. Hierna krijgen we de directe eindstand. Wordt allemaal automatisch doorgerekend. Thijs, ik ga jou bijna wegsturen. Want je moet de fiets op. Ja, ga ik zo doen? Ja, we lopen iets uit namen. Ah, oké. Okay. Ik ga... Ja, maar die social ride begint zo. Ze zijn al weg. Ja, ik denk het. Oké, ik ga omkleden. Ja. Doe jij even eerst de winnaar staan? Ja, doe ik de winnaar. Thierry, die 20e. Dat antwoord staat er. Ze werd 20e en niet 13e. Een minderheid van de mensen die meedeed. Dus 1846 mensen hadden 20e ingevuld. We gaan kijken naar de eindstand. 3 boeken van Anna van der Breggen. Zij is de prijs. Sanne op de 3e plek. 6 van de 6 goed. En dan gaat het om de snelheid. E&M, die stonden al vroeg in de uitslag, die worden 2e. En de absolute nummer 1 is Jan Willem van Schip. Toch? JWS. Het zou zomaar kunnen. Zou het zomaar kunnen? Nee, denk ik niet. Nee, hij zit niet te kijken? Oké. Okay. JWS, van harte gefeliciteerd, JWS. En de anderen natuurlijk, prachtig podium. We gaan contact opnemen via de chat. En dan worden jullie benaderd, even gegevens uitwisselen. En dan krijgen jullie een gesigneerd boek van Anna van der Breggen opgestuurd. Goed, dit was de grote Anna van der Breggen quiz. Dit was het ruime uur Bike Motion. De digitale warming-up voor de beurs in eind oktober. Tot slot, Taco, heel veel dank in ieder geval dat je hier was. Ja. Te gek om je op deze manier weer eens wat langer te spreken. Zondag NK. Zeker. Vorig jaar werd je 9e. Ja, klopt, ja. Heb je speciale ambitie? Ja, zeker. Ik kijk er ontzettend naar uit. En er is altijd een kans dat het lukt. En daar ga ik zeker voor. Ook al is die kans heel klein. Dat hebben we in de Giro hebben we wel gezien dat dat niet zo mogelijk is. Dus ik denk dat het parcours me goed ligt. En het is een lange, zware wedstrijd gaat het worden. Maar we hebben wel zo'n één jongen van een andere planeet die ook aan de start staat. Ja, in een Van der Poel of zo. Ja, dus die doet een andere sport dan de rest van het peloton. Dus dat maakt het wel vrij lastig. Maar ik kijk eigenlijk heel erg naar uit. En ik ben er wel gebrand op een goed resultaat. Nou, mooi. Heb je een plan al? Zit er nu al iets in je hoofd of komt dat later? Ik heb wel over nagedacht, maar ik heb het nog niet helemaal vastzitten. Maar we moeten nog even overleggen met we hebben best een goede ploeg op het NK. Met Intermarché. Dus toch 6 renners aan de start. Een best goede renners, denk ik, iedereen in vorm. Dus ik denk dat we wel wat kunnen klaarspelen.
Ik verheug me nu al. Het was vorig jaar een heerlijke wedstrijd. En dit jaar wordt het ook weer een zalige wedstrijd. Dankjewel, Taco. Fijn dat je hier was. Ik loop even naar mijn goede vriend toe. Ter afsluiting. Thijs, zijn ze begonnen? Ja, ze zijn al zonder mij weg. Ja, dat verbaast me dan weer niks. Nee, je kan maar beter zonder jou. Dat wordt een potje achtervolgen. Ik heb wel mijn aerosok aangedaan. Dat heb ik van Taco geleerd. Oké. Ja, is het oké? Goedgekeurd? Helemaal goed. Nou, dit gaat van start. Thijs, ik hoop dat je een uur lang je even helemaal uit de naad gaat fietsen. Ja. Bewaar je een biertje voor me. De Beat Community Ride. Wij gaan langzaamaan een klein koud pilsje nemen. Mag ik iedereen hartelijk danken voor de aanwezigheid, deze digitale convectie aanwezigheid. Het zit erop, het ruime uur, lekker over fietsen kletsen. En natuurlijk kunt u de Zwift Ride voortzetten. Thijs gaat ze echt wel inhalen. En dan gaan ze met z'n allen het komende uur lekker rijden. Bedankt voor nu. We zien u graag live in oktober. Bike Motion, 29, 30, 31 oktober. Dus komt wat zien. Komt alles. Tot dan.